Woordvolgorde in het Nederlands. Deel 1. De hoofdzin of zelfstandige zin. De 4 zinsdelen van een zin zijn onderwerp, persoonsvorm, leidend voorwerp en andere zinsdelen, andere werkwoorden. In een normale hoofdzin is de woordvolgorde 1, 2, 3, 4. Ik wil een boek lezen. De persoonsvorm is altijd het tweede zinsdeel van een hoofdzin. Herhaal de zinnen hardop. Pauzeer zelf de video. Voorbeelden van korte hoofdzinnen. Ik lees een boek. Hij koopt een fiets. Wij bakken een taart. De oude man leest de krant. De kinderen van onze buurvrouw zijn heel lief. De nieuwe bakker in de winkelstraat verkoopt lekkere broodjes. Voorbeelden van langere hoofdzinnen. Wij gaan een boterham eten. Wij gaan morgen op ons werk misschien een boterham eten. Wij zouden een boterham kunnen gaan eten. Wij kunnen een kopje thee gaan drinken. Wij kunnen morgen zeker gezellig een kopje thee gaan drinken. Wij zouden een kopje thee hebben kunnen gaan drinken. Inversie of
opplaatsing. Bij inversie, de vooropplaatsing van een ander zinsdeel, komt het onderwerp altijd pal na de persoonsvorm. De persoonsvorm blijft op de tweede plek. Hij leest nooit een boek. Een boek leest hij nooit. Hij wil nooit een boek kopen. Een boek wil hij nooit kopen. Een krant koopt de oude man nooit. Een fiets koopt zij altijd tweedehands. Strakjes gaan we een taart bakken. Morgen zullen wij misschien een boterham gaan eten. Op ons werk drinken wij altijd een kopje thee. Geslagen heeft hij zijn kinderen nooit. Hoofdzinnen met ontkenning. Voor een zelfstandig naamwoord komt geen, in andere gevallen gebruiken we niet. Ik heb geen nieuwe fiets gekocht. De kinderen zijn niet aardig. Vandaag ga ik niet werken. Hij leest nooit een krant. Wij hebben niets gezien. Twee uitzonderingen op de woordvolgorde van hoofdzinnen. De overige werkwoorden staan altijd aan het einde van een hoofdzin. Er kan echter nog één woordgroep achter worden geplaatst. Dat is de voorzetselgroep. Een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. In, op, aan, voor, naar, achter, enzovoort. De voorzetselgroep kan dus niet op twee, maar op drie plekken in de zin voorkomen. Ik ga boodschappen doen bij de supermarkt. Ik ga bij de supermarkt boodschappen doen.
bij de supermarkt? Ga ik boodschappen doen? Hij heeft geen cadeautje gegeven aan zijn buurman. Straks gaan we een kopje koffie drinken in de tuin. De tweede uitzondering. Tussenwerpsels vallen buiten de woordvolgorde. Dit zijn uitroepen, zoals oh, oh ja, nou, ba, au, hey, hè, en hoor. Naast uitroepen vallen onder tussenwerpsels ook geluiden zoals boink, boem, tingelingeling en bim bam bom. Alle vloeken en scheldwoorden zoals verdorie, jeetje, sukkel en trut. Aanspreekvormen zoals juf of koosnaampjes zoals schatje. En begroetingen zoals hoi, hallo en goedendag. Oh ja, ik begrijp het al. Ba, dat smaakt vies. Sorry, dat was mijn schuld. Het spijt me. Kom op, we gaan naar huis. Ik heb dat boek al uitgelezen, hoor. Lekker weertje is het vandaag, hè? Hoera! Vandaag ben je jarig. Ja, talen zijn best moeilijk.